Hé hey kerel. Daar gaan we. Ja, heb je er zin in? Ja hoor. Nou, laat ik eens even de gelijk hier aan deze auto aanknallen. Nou, een nachtelijk ritje deze keer. Hoe laat kwamen we ook weer aan, zei je? 8 uur. 8 uur. Morgenochtend. Godzame zeg. Ja. Nou ja. Lekker ritje voor de boeg. Allemaal voor het hoge doel. Zo is het. Even de bol checken. Alles nog goed? Ziet goed uit. Ziet goed uit? Ja. Oké. Even een bak koffie, even een bakje pleursporen. Ja, lekker. Nou, dat ziet er niet verkeerd uit. Nee, ja? Helder water. Ja, helder water, ja. Een zandbodem, hè? Gaat hem worden, hè? Yes, maestro. Ga nou hier, even voeren. Even voeren daar, een ander plekje. Zo, eerst al binnen, onverwachts, een beetje pech, dieptemeter die niet deed, toch ingegooid, gisteravond nog en deze kleine rakker is eruit gekomen, 66 centimeter, schat pontje of 13, 14,
Dat zullen we misschien nog even wegen, even kijken. Maar mooie vis. Hij trok hem lekker het wier in. Mark is er achteraan gaan met het bootje. En we hebben hem eruit gekregen. Dus hartstikke blij eigenlijk. Eerste vis. Daar gaat hij. Een rondje rond het meer lopen. Wij zitten meer op de windplek. Overdag is tot nu toe niks. Dus ik ben even rond aan het lopen, misschien dat ik ergens anders nog wat spot. Dit is meer de andere uithoek van het meer waar de wind niet op staat. Ik ben hier even aan het kijken of ik hier misschien wat zie. Je ziet hier ook overal wier. Dus dat maakt het wel, of het draait lastig om te vissen. Maar goed, we proberen van alles en kijken of er nog wat uitkomt. Net in dit kommetje gekeken, ik zou zeggen, het zonnetje schijnt goed, weinig wind hier in deze hoek. Je zou vis moeten zien, maar ik heb helaas niks kunnen spotten. Onze plek is meer in de wind op dit moment, namelijk daar zie je ons bootje liggen en we vissen een beetje op het wijd en langs de kant. En de stek die we eigenlijk hadden en waar we ook weer naar terug kunnen gaan als we willen is stek 1 en dat is daar, of stek 1, 2, 3 eigenlijk. Dat is dit deel en om het bochtje eigenlijk nog, dat hoort er ook nog bij. Dat is eigenlijk recht tegenover waar we nu zitten. Daar kunnen we ook nog naartoe terugkeren. Dus ik maak mijn rondje nog even verder af. Maar zoals je kunt zien is het wel echt sowieso schitterend weer vandaag. Maar ook een heel mooie omgeving. Ik sta nu bij stek 3 en stek 2. Even kijken of hier wat te zien is. Dit waren dus de originele stekken samen met stek 1 die we hadden geboekt. Nou, recht tegenover staan wij nu. Daar staan wij te vissen. Dus hier op het eiland rond. En ook hier genoeg wier. Zo, wat doe je als de vissen nog even niet bijten? Dan knopen we iets nieuws. Wat ben je aan het knopen? Een combi rig. Zullen we straks even inzoomen wat jij dan allemaal aan het doen bent? Is goed.
Nou, wat doen we vandaag, Mark? Wat is er weer gebeurd? Ja, nou ja, wat is er weer gebeurd? Een grote ellende. De bodem van de boot is helemaal kapot. Tadaa, 's nachts de accu in de bodem gezakt. Ja, je verzint het niet. Dus, op naar de hengelsportwinkel en zoeken naar oplossingen. Ja, nou, succes. Ik zie je straks. Hopen dat we nog wel een beetje kunnen vissen. Ja, ja, want we hebben nog genoeg te doen. Côté. Est-ce que ça serait pas une d'ici, ça serait une d'alvinage qui aurait grossi grave? Regarde. Hein? Mais ça, c'est quoi cet âge orange? Je sais pas. C'est la signature, disons. Je sais pas, mais il y avait beaucoup de poissons qui étaient comme ça. Hoeveel was die, Mark? Hoeveel was die? Ja, 27 pond, hè? Oké, en duo effort? Je komt net op tijd? Ja. Om de job af te maken. Ja, dat is hem, hè? Ja, toch, nice. Dat. Oh. Mooie vis. Eindelijk ook een vis. Ik heb eentje verspeeld gisteren. Deze is genoegdoening. Zonder boot, zonder alles. Maar het komt wel goed. Gewoon vangen. Deze gaat weer terug. We gaan weer terug zwemmen. Au revoir. En roept even oma. Hadden we even nodig. Dit positief puntje, hè, Mark? Ja, dat was zeker nodig. Allebei actie gehad. Hij kwam precies op tijd terug. Dieptemeter gescoord. Ik de vis afslaan en jij finishing it off. Nou, daar gaat hij. Daar gaat hij. En oma roepen, hè? Wat ligt daar? Een boot. Een boot die niet lek kan. Geleend van de eigenaar. Dus we kunnen weer gericht vissen, hè, Mark? Ja, dat zeker. Wat zeggen we dan? Dikke oké. We liggen goed in. Het is een beetje ravage hier nu. Maar dat komt omdat we best wel snel hebben gewerkt om alles toch erin te krijgen. Hè? En wat zijn we nou vergeten, Mark, voor onszelf? Juist, dus wat gaan we zo meteen doen? Koken. Zo is het. Nou, het is in ieder geval weer ook een mooie avond. Ik heb een beetje last van muggen. En morgen voorspellen ze regen. Dat is dan wat minder, maar oké. Dat zien we morgen wel. Hopen kijken wat de nacht brengt. Nou, dames en heren, jullie geloven het niet. Ik heb een heuse snoek gevangen. Nou. Hoe had je hem gevangen? Aan de lijn. Gedraaid in je lijn. Gewoon. Hij was verstrikt in mijn lijn. Dus we komen daar vandaan. Van onze stek. En je lag helemaal daar. Nou ja, hij mag weer zwemmen. Ja, af wie er zijn. Zo. De mijker hem op en weg is hij. Nou. Leuk hoor. Nou ja. Nou, één engel ontbreekt en Mark op het water. Dat betekent vis. Mark die gaat hem drillen. Vanuit de boot. Hopen dat het lukt.
Zo, het regent. Twee engels op de kant. Nat onthakenmat. Twee engels hier weg, één engel daar. Hele natte Marco. Maar ook een hele gelukkige Marco, want we hebben eindelijk vis, jongens. En het gaat helemaal los. Mark die is nu net het water op. Ik heb net nog weer een spiegel teruggezet, 15,5 kilo. En dan kijken wat dit weer brengt. Maar eindelijk, jongens. Eindelijk beginnen ze te bijten. Nou, wie komt er uit het donker aangevaren? Jack Sparrow. Het is Jack Sparrow. Met weer een karpe. Mark, vertel eens even eerst in die boot. Wat is dit voor dag? Het is D-Day. Het is echt D-Day. Het is niet normaal, dames en heren. We hebben gewoon alle hengels uit het water. Alles vis, dikke vis. Nu wat kleinere vis. Maakt niet uit, het is gewoon vis. We hebben gewoon gevangen als gekken. En dat stinkt niet alleen naar vis, maar naar de misdaad ook. Het is een sessie van uiterste, maar nu hebben we de piek te pakken. Dus we gaan hem even op de foto zetten. Zo, het is de dag na onze mega vangstavond slash nacht met maar liefst 9 vissen op één dag nacht. Dus alle hengels liggen nog aan de kant. We doen het even wat rustiger aan vandaag. Zoals je ziet regent het nog steeds. Nou, ik heb die stoel al 3 keer omgegooid, maar er komt steeds weer water bij.
Mark is even boodschappen doen. Wellicht dat we vanmiddag de hengels nog even ingooien. Maar ik zal even laten zien. Ik heb zelf mijn muts op en mijn handschoen aan. Dus aan het begin van de week zaten we nog met zonnetje en korte mouwen. Ik heb zelfs mijn korte broek even aangehad. En nu is het dit. Regen. Het heeft wel gezorgd voor heel veel vangsten. Maar ook voor heel veel natte kleding. En voor de rest natte spullen. Dus Mark die is even wat spullen aan het kopen. Nieuw eten, wat andere kleine spulletjes en hopen dat de regen straks echt wat minder wordt. En dan kunnen we het weer op wagen en kijken of er nog een paar vissen willen bijten. Naast regen en heel veel vis en ook zonneschijn hebben we nu weer een andere variant, het hagelt. Dit is echt vis in april. Korte broek nodig gehad, lange broek, trui, muts, handschoenen. En nu dus een helm tegen de hagelstenen. Even aan het lijn het uitvaren. We hebben de lijnen gecontroleerd. Wat gevoerd. En we zijn nu onderweg weer terug naar de hengels, naar de stek. Een taakmat voor als we beet hebben.
En hier zie je ook een beetje hoe mooi het is. We hebben echt hele meer voor ons alleen. We zijn de enige die een stek hebben geboekt. Nou, het is gewoon schitterend water. Hè? Mooie natuur. Je hoort de vogels fluiten 's ochtends vroeg al. Echt waanzinnig. Wat ik al zei, genoeg wieren in het water. Hè? En dat is ook te zien op de dieptemeter. Hè? Vandaag alweer wat gevangen. Ja. Het is een beetje een dag met van alles en nog wat. Zonneschijn, regen, wat hebben we nog meer gehad? Hagel. Hagel. Ja. Is een beetje ook. Maar onze kok is weer bezig, want de twee eitjes moesten nog op. Tenminste twee per persoon. En wat wordt daarvan gemaakt? Dit heerlijke eten. Jongen, jongen, wat een smullerij zeg. Nou, ik zeg alvast, eet smakelijk. Avond-nacht begint, er ontbreekt een hengel van Mark. En dat betekent maar één ding. Vis. De hengel die Mark het hoekje had gelegd. Hij is bezig te drillen. Ik hoor net dat het waarschijnlijk een spiegelkarper is. Komt het schepnet. En daar komt hij. Hebbes. Weer een karpje erbij. Vis netjes verzorgen in de boot. Gaan we zo je foto's maken. Yes! We zijn het inpakken. Mark is ook druk bezig. Ja, dit neem je dus allemaal mee als je een weekje gaat vissen. In Frankrijk. Veel te veel zooi. Dat gaat allemaal weer de aanhanger en de auto in. En op het dak. En op het dak ook nog. Even resumerend. Het is voor ons een lekker weekje geweest. Zo, alles bij elkaar. Gek begin. Veel dingen die kapot gingen. Het zat een beetje tegen. Uiteindelijk toch 19 vissen gevangen, 19 karpers, meer vis. We hebben ook twee brasems, twee giebels,
drietal dwergmeervalletjes. Dat viel op zich wel mee. Ja, dat hoort er nou iemand bij in Frankrijk. Maar ja, twee vissen van 19 kilo. Eentje zelfs 19,5 voor Mark. En dat allemaal uit dit, dit water, dit meer. Wat we deze week echt helemaal voor onszelf hadden. Dat is natuurlijk echt super. Dus we gaan zo weer terug naar Nederland. En dan begint het normale leven weer.